Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Viel wat mij betreft vandaag behoorlijk tegen qua zonneschijn. Die paar buien die her en der vielen waren ook niet verwacht, dus dat ging allemaal lekker. Maar de temperatuur deed wel wat nodig was. Zo'n 20 graden aan zee en 23 tot 25. In het noorden van Limburg werd het zelfs lokaal 27 graden. En die hoge waarden die verwacht je niet direct bij dit weerbeeld. Maar dat heeft alles te maken met warme lucht die op dit moment onze kant op wordt gestuurd. Die warme lucht komt onze kant op. Vanwege een lage drukgebied. Het lage drukgebied dat morgen voor slecht weer zorgt. Maar vandaag in het warme sector kwam zachte lucht onze kant op. En vandaar die hoge temperaturen. Maar de lucht was ook behoorlijk vochtig. En dat betekent dan dus weer wolkenvelden waaruit enkele buien vielen. Als we de boel in beweging zetten zien we wel dat er af en toe wat gaten waren. De zon is dus wel hier en daar door te breken. En vandaar ook die verschillen in temperaturen. Meeste zon in het oosten en zuiden vandaag gehad. Boven Engeland en Frankrijk zien we al veel bewolking. Dat lage drukgebied komt ook steeds dichterbij. We gaan even naar het kaartje kijken met de windpeilen. Het lage drukgebied ligt hier bij Bretagne. Dat gaat dus een koers volgen zo langs de kust onze kant op. En als die dat doet, dan zien we ook hoe de wind zich gaat ontwikkelen. Het lage drukgebied ligt morgen in de loop van de nacht al dicht bij Zeeland, volgens dit model. En dan zien we dat de wind daarna flink toeneemt en zelfs rode pijlen verschijnen. En dat is windkracht 9, storm. In de loop van de dag trekt die wind dan langzaam langs de kust, om uiteindelijk in de avonduren via het Waddengebied weg te trekken. En dan ligt het lage drukgebied boven Denemarken. Nou, dit is de berekening van het eigen Weerplaza-model, maar er zijn natuurlijk nog veel meer weermodellen en ze komen allemaal op wat anders uit. De koers van het lage drukgebied is onzeker, de vorm van het lage drukgebied, en dat alles zorgt er dan voor dat de windverwachting ook nog behoorlijk onzeker is. Op dit moment gaan we uit van windkracht 7 à 8, hard tot stormachtig aan zee, met windstoten van 80 tot 100 km per uur. En er is 50% kans op een noordwestenstorm en dan kunnen de windstoten nog wat zwaarder worden. Hou de weerberichten wat dat betreft dus morgen in de gaten. Vanavond is de wind nog rustig, neemt wel iets in kracht toe en waait nog uit het oosten. Windkracht 2 tot 4, bevinden ons nog steeds in de zachte lucht, dus temperaturen halverwege de avond van ongeveer 21 graden. Her en der kan een bui vallen. Op de meeste plaatsen is het droog. Dat geldt niet voor de nacht. Want laat in de avond en in de nacht neemt de buiigheid toe. Kan ook een stevige bui bijzitten met een klap onweer. De wind gaat draaien naar het zuiden. En de temperatuur is niet al te laag, rond 17 graden. Dan trekt er in de nanacht en ochtend een regengebied naar het noorden. Daarna komen de opklaringen. Wind is nog steeds even rustig. En in de loop van de ochtend begint de wind in Zeeland en later in Zuid-Holland en Noord-Holland toe te nemen. En of het dan die windkracht 9 wordt die ik hier heb staan, dat is dus nog even afwachten. 50% kans erop. Windstoten ook. Windstoten eigenlijk in het hele land, maar in het binnenland, daar zullen ze ongeveer tussen de 50 en 80 km per uur zijn. En in het gebied dichter bij zee, 80 tot 100 km per uur. En trouwens, ik heb hier Flevoland niet bijgetekend. Ik kan beter zo tekenen. Dat doet meer recht aan de situatie. Temperaturen 18 tot 20 graden. Dat is alleen in de ochtend als de zon nog af en toe doorbreekt. In de middag als het opnieuw enige tijd gaat regenen, daalt het kwik naar 15 graden. Geen heerlijke zomerdag morgen. Dan ziet de zondag er wat beter uit. De zon schijnt weer wat vaker. De wind is rustiger. Temperatuur is middags 20 tot 22 graden. Er kunnen wel een paar buien vallen, vooral in de namiddag en avond. Maandag en dinsdag zijn ronduit wisselvallig, met vooral maandag ook kans op onweer en temperaturen die amper de 20 graden halen. Maar kijken we verder vooruit, dan zien we nog steeds dat later in de week de trend weer omhoog is en dat we dan weer boven de 20 graden uitkomen. Het lijkt ook dat vanaf woensdag de buiigheid afneemt, dus ook nog eens grotendeels droog weer in de loop van volgende week. Prima vooruitzichten, maar morgen eerst nog een zeer onstuimige wind. En ik zeg het nogmaals, hou de weerberichten morgen in de gaten, zeker als u naar buitenactiviteiten gaat. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.